kennismaking met Remco Pasveer. Hoe is dat? Het was wel grappig. We liepen gisteren tegelijk vanuit de auto. Kwamen we aan, liepen we naar de... Maar we wisten niet waar we moesten zijn, hoe we moesten lopen. Dus we liepen even samen alles te zoeken. En dan leer je elkaar beter kennen. Het is een geweldige gozer. En ik kan superveel van hem leren. Maar ook persoonlijk is het tot nu toe een top. En Jay, kan hij er wat van? Heb je dat al gezien? Nee, die kan niet. Nee, natuurlijk. Nee, die komt hier ook, ook met een doel. En kijk, hij is natuurlijk wat jonger dan wij zijn. En hij heeft natuurlijk heel veel jaren voor zich nog. Dus die kan fantastische stappen zetten in het vervolg, denk ik. Juist, dezelfde vinger, alles vast. Niet accepteren, zijn bal loslaten. Nee, gisteren ik wel een beetje hier naartoe van, hoe gaat het nou allemaal lopen? En ik was wel gespannen. Vandaag ook eerste keer op het veld, komt veel bij kijkers. Het doet wel iets met je. En ik voel me dan soms wel een klein kind in de speeltuin die eigenlijk terug is in de speeltuin waar hij het meeste van houdt. Dus dan is het is alleen maar leuk. Gewoon lekker beginnen, lekker balletjes pakken en plezier hebben. Een beetje met elkaar praten, elkaar leren kennen. Dus zoals het hoort. En wat is je indruk? Dat zijn toffe gasten? Nee. Ja, goede indruk. Relaxed gasten, dus kun je prima mee werken, denk ik. Zag ik nou nog een dubbel rondje om de wereld? Ja, heb je goed gezien. Zit er allemaal nog in, hè? Ja, zeker. Nee, ik moest eventjes testen of de zomervakantie niet te veel balgevoel had verpest. Maar nee, ik weet dat er nog in zit. En ik probeerde het even, het zag goed uit. Ik zeg, ik heb niet heel veel vrij genomen, maar echt vrij, dus altijd wel een beetje bezig geweest. Jezelf die druk opgelegd, een nieuwe club, een nieuw avontuur, ik moet nee, fietsen. Nee, helemaal niet. Nee, de mensen die me kennen weten dat ik echt zo werk, dat ik altijd doe. En het is uiteindelijk ook een soort verslaving. Ik ben altijd of met balletje bezig, of tennis, of padel, of in de fitness. Dus, padel is mooi, hè? Ja, het is een leuk spel, dus daar houd je ook bezig. Dus een pittig spelletje als je het goed doet. Worden ze er niet gek van thuis? Af en toe Remco, kap nou eens met die ballen. Ja, soms wel, ja. Ja, af en toe is weer trainen. En, weet je, het is mijn werk, maar ook mijn leven. En, ik heb er heel veel plezier in nog steeds, vooral met balletje. Balletje paas na training, daar haal ik heel veel plezier uit. Hoe kijk jij uit naar ook de samenwerking straks met Maarten Stekelenburg? Heel positief. Zin in. Kijk, we zijn nog bezig met een doel op EK en wij volgen dat van afstand natuurlijk, vanuit hier. En ik heb er zin om samen te werken en een mooi seizoen van te maken. Hij loopt al zoveel jaar mee, ik denk dat iedereen hem wel kent en ik ook wel van de beginperiode dat hij hier speelde. Maar dat hij het goed doet is gegeven. Onwerkelijk, waar ik vorig seizoen stond, is dat geweldig om nu mee te gaan maken met grote spelers die terugkomen, jongens waar je tegenop kijkt. Dat is gewoon, dat wordt goud waard. Hoeveel zin heb je, laat ik het zo zeggen, in die strijd die er ook gaat komen met die keepers onderling? Want je maakt elkaar beter, maar je bent ook elkaars concurrenten. Ja, nee, is zo, maar dat is, op een positieve manier is daar niks mis mee. En kijk, voor mij gaat het erom... Ik zal mijn uiterste best doen om speelminuten te krijgen. En ik denk dat het heel gezond, een gezond doel is, denk ik. Ik ga het gewoon zo goed mogelijk aanpakken vanuit eigen perspectief ontwikkelen. Maar ook wel een beetje genieten van andere jongens, hoe die het aanpakken in de voetbalwereld. Die er al wat jaartjes lopen toen ik nog een klein ukkie was. Dus. Hij zei dat al, dat hij er heel erg naar uitkijkt om met Remco, met Maarten, dat soort ervaren gasten te werken. Hoe is dat voor jou om dat te horen? Ja, hij is leuk. Hij heeft mijn record afgepakt bij de Eagles. Qua clean sheets. Neem je hem een beetje kwalijk? Ik, na Ajax wacht mij nog een jaartje Go Ahead om de record weer terug te pakken.